van. Hey, I wakeboard. En die Real Battle, second edition. En zoals jullie zien zitten we nu bij Burnside Cable Park. Vandaag hebben we een aantal clinics gegeven. De clinics zijn gegeven op het water. Nick Summers van Liquid Force heeft wat clinics gegeven over de board. Dat is wat dat betekent, met het draaien op het water. Hier heeft het minder iets. Ja, waar staat dat board dat opgroeit? Dat is 25 graden hoor. Dat is deze, J-Star Brigade. Zal ik hem in de zon zetten? Ik kan het zien. Nu is de print grijs. Ja, heb je het gezien? Ja. Dan zet ik hem in de zon. Dan kan je hem zien verkleuren. Hier begint hij al. Een minuutje of twee en wordt die print helemaal... Is hij helemaal rood? Ja. We hebben op de trampoline wat droge sprongoefeningen gedaan. Kijk of je dat kan. Hoger. En we hebben achter de waterscooter gehangen van Skull Candy. Dus vandaag een heel programma gehad. En we gaan om 4 uur gaan beginnen met de battle. Klein uurtje. Zoals jullie zien, dit jaar speciale Skull Candy rail. Een beetje hetzelfde als met snowboarden, met sterren ernaast. Een kikker met een gap van 4 meter die we uit kunnen breiden tot misschien wel 9 meter. Dus eventjes kijken wie er overheen durft. En ik hoop niet dat het nodig is, maar we hebben hier een brancard. Je weet maar nooit. Er zijn wel wat aantal geblesseerden, zoals Dirk van Liquid Force, George van de Kerkhof. Maar die heeft die rail gezien. Het gaat kriebelen. In de boot zien we daar Herm van Burnside Cable Park, Marcel Doorgeest. Die gaan als het goed is nu even de kick even beter neerleggen. Het wordt echt een keiharde battle en misschien zullen er wat klappertjes vallen. Maar sowieso gaan we knallen straks. Dus get ready. Ik wil het nog even zeggen hoor, ja kom maar. Die brancard. Ja, maar dat is toch niet meer spontaan. Ja, ja. Die zal wel nodig zijn. Ja, kom maar. Die brancard die zal wel nodig zijn. Ik hoop van niet. We zullen zien.